Welkom weer bij 24trains.tv en leuk dat je kijkt. Deze week beelden uit het archief van de SNCF, de Franse spoorwegen, over de elektrificatie van het Franse spoorwegnet. Dat en natuurlijk nog veel meer bij 24trains.tv. De elektrificatie van de Franse spoorwegen begon al voor de Tweede Wereldoorlog. Voor een groot land als Frankrijk is dat natuurlijk een hele uitdaging. De Fransen begonnen hun hoofdspoorlijnen te elektrificeren met 1500 volt gelijkstroom. Net zoals in Nederland bijvoorbeeld. Dat had voor- en nadelen doordat de afstanden in Frankrijk zo groot zijn. En het schoot ook niet echt op met die elektrificatie. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit, wat veel schade en verwoesting bracht aan het Franse net. Nadat Frankrijk was bevrijd, begon men meteen aan de wederopbouw. Fransen wilden graag experimenteren met andere stroomsoorten en deden verder onderzoek. Hoe dat allemaal afliep, hoor je zo meteen. We nemen je namelijk eerst even mee door de nieuwste video's en magazines van deze week. Nu de zomer echt begonnen is en je misschien wel op vakantie gaat, kan je lekker de nieuwste railhobby lezen op je telefoon, je tablet of je pc. Het is een heel speciaal themanummer geworden met als titel Stations in Model. Genoeg inspiratie voor je modelspoorbaan in ieder geval. Kan jij ook zo genieten van stoomtreinen? Nou, dat komt mooi uit. Want deze week hebben we een prachtig videoverslag van een rit die in de meivakantie werd gemaakt. De rit werd uitgevoerd door de VSM, de Veluwse Stoomtreinmaatschappij. De trein werd getrokken door een stoomlocomotief uit de bouwraaie 52, de 52-38-79. Het is een echte altbouwmachine en heeft nog een geklonken ketel. Die stoomlocomotief werd in 1944 gebouwd bij de Wiener Locomotiefabriek AG in Wien-Floridsdorf. En we hebben nog meer nieuwe stoomtreinenfilms uit Duitsland. Een nieuwe achtdelige serie die meer dan een uur aan authentieke beelden bevat die je nu kan bekijken. Die beelden die komen uit het archief van een Duitse treinenspot. Opnamen zijn gemaakt eind jaren 80 en in de jaren 90. Sommige beelden zijn gemaakt in het toenmalige Oost-Duitsland. Prachtige beelden voor de echte stoomliefhebber. Zoals je ziet hebben we iedere week weer wat nieuws bij 24trains. En onze collectie groeit maar door. Met meer dan 3500 treinenfilms en magazines zijn we inmiddels de grootste treinenmediatheek ter wereld. Ga dus in een sneltreinvaart naar 24trains.tv en word abonnee. Voor maar €4,99 per maand ben je al abonnee. Dus voor die prijs hoef je het echt niet te laten. En maak je meteen je treinenhobby compleet. Terug naar Frankrijk, waar na de Tweede Wereldoorlog de Franse spoorwegen in versneld tempo verder ging met de elektrificatie van het Franse spoorwegnet. Voor de Tweede Wereldoorlog werd vooral 1500 volt gelijkstroom gebruikt voor de elektrificatie, zoals ik net al vertelde. Na de Tweede Wereldoorlog werd er geëxperimenteerd met 25.000 volt op de spoorlijn Aix-les-Bains-La Roche-sur-Foron in de Franse Alpen. En de resultaten die werden behaald waren positief. En zo positief dat er werd besloten de resterende spoorlijnen te voorzien van die 25.000 volt spanning. Tot op de dag van vandaag heeft Frankrijk nog steeds deze twee stroomsoorten voor het hoofdspoornet. 24trains.tv heeft een prachtige zesdelige serie waarin te zien is hoe die elektrificatie ter hand werd genomen. De serie is natuurlijk Frans gesproken, maar hier bij 24trains.tv kun je de hele serie bekijken met Nederlandse ondertiteling. Geniet van de prachtige, authentieke Franse beelden uit de jaren 50 en 60. À la jonction des deux réseaux, où le courant continu 3000 volts succède au courant monophasé 25000 volts, la SNCB a réalisé un équipement permettant le passage sans ralentissement des locomotives polycourant grâce à un changement de pantographe commandé par une manœuvre très simple. La locomotive belge, à son tour, va franchir cette frontière, passer d'une tension à l'autre, à l'aide d'un dispositif analogue. We hebben trouwens nog veel meer films van de Franse spoorwegen. Dus mocht je de smaak echt te pakken hebben gekregen, dan kan je bijvoorbeeld ook het Le Magasin du Rail bekijken. Dat is een 30-delige serie die bestaat uit journaals over de Franse spoorwegen.
De eerste aflevering is gemaakt in 1947 en de laatste werd gemaakt in 1970. Deze 30 journaals laten een heel mooi beeld zien van de ontwikkeling van de Franse spoorwegen in deze periode. Van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog tot de afschaffing van stoomtreinen tot de nieuwste treinen en diensten van de Franse spoorwegen. En ook deze serie is Frans gesproken, maar alleen bij ons, 24 Trains, kun je deze journaals zien met Nederlandse ondertiteling. Na zoveel nieuwe Franse video's zal het je niet verbazen dat de trein van deze week de Franse Train à Grande Vitesse, de TGV, is. Bij 24trains.tv kan je de geschiedenis zien van deze iconische hoge snelheidstrein in een prachtige zevendelige serie. Heb je nou zelf een favoriete trein die volgens jou de trein van de week moet worden? Laat het ons weten in een comment onder deze video. Zoals je ziet hebben we de beste films en magazines met alles wat met treinen te maken heeft. En waar wacht je nog op? Ga in een sneltreinvaart naar 24trains.tv en neem een abonnement. Voor maar €4,99 per maand ben je al abonnee. En als je deze video op YouTube bekijkt, geef hem dan trouwens een like en abonneer je dan ook meteen op ons kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft. Stap in bij 24trains.tv, de Netflix voor de treinenliefhebber.